allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je een hengstenflap op de manenkam kan maken. Dus niet aan de zijkant, maar echt op de manenkam. Dus als je wilt weten hoe je dit zelf ook kan doen bij je waterpony, blijf dan zeker even kijken, want ik ga het jullie allemaal uitleggen. Nou, wat heb je nodig voor het maken van een hengstenflap? Als eerst natuurlijk het belangrijkste. Een paard of pony met manen. Het hoeft niet super lang te zijn. Wat Diego heeft, deze lengte is al goed. Een borstel of een manenkam. Maar je kan ook zo'n borstel, zo'n Magic Brush Lookalike gebruiken. En elastiekjes. Anti-klit raad ik niet aan. Want je moet best wel veel kracht op de manenkam en op de manen zetten. Om de flap te gaan maken. En als je dat met anti-klit doet. Of van de glossy. Dan wordt het heel glad. En schieten die manen uit je handen. Dus dat raad ik niet aan. Bij een groot paard raad ik een krukje aan, omdat je natuurlijk echt op de manenkam moet gaan vlechten, is een krukje ook heel erg handig. Diego is gelukkig best wel klein, dus ik ga boven hem staan en dan ga ik dan vlechten. Dus dit is wat je nodig hebt en bij een grote paard of iets groter raad ik een krukje aan. Nou, het is dus heel erg belangrijk dat je eerst de manen van je pony goed uitkamt. Dat ben ik nu bij Diego ook aan het doen. Ik begin altijd onderaan, want zo trek je er niet heel veel uit. Kijk, dat doe ik ook. Ik houd het ook altijd vast. En daarna ga je de manen van je pony, de manenkam ga je dus in tweeën verdelen. En Diego heeft van zichzelf alles naar één kant. Maar dan maak je gewoon zo, ga je het zo mooi verdelen tot alles, zeg maar dat die streep hier zo heel mooi in het midden loopt. Dus dat het ook goed even dik is. En als je het, als alles alle andere kanten opspringt, kan je er misschien ook nog wat water of zoiets opdoen of een soort van mousse, dat het mooi zo blijft staan. Dus het is heel erg belangrijk dat de manenkam in twee kanten verdeeld is, de haren dan, de manen, dat je zo goed kan gaan vlechten. Oké, waar we dus mee gaan beginnen, je hebt dus aan allebei de kanten manen en ik pak een plukje in het midden. Dit kan vaak over een plukje van de voorpluk zijn wat je er dan bij pakt. Maar dit is dus een plukje en ik begin rechts, pak ik een heel klein plukje, die doe ik hier overheen. En pak ik links ook weer een plukje manen. Gewoon een klein dun plukje. En dan maak ik gewoon een normaal vlechtje van. En normaal zou je dus weer een ander plukje pakken. Dat doe ik nu ook, maar dan pak ik hem weer van rechts. En het is heel erg belangrijk dat je die onderste goed aantrekt. Dat hij mooi strak wordt. Zie? En dan nu begin je dat weer links te doen. En zo ga je elke keer verder. Je pakt elke keer een plukje van rechts. En elke keer van links. En zo vlecht je verder. En het is wel erg belangrijk dat je hem goed aantrekt op de manenkam. En Diego die heeft echt super dik haar. Maar oefening baart kunst. En zo ga je de hele tijd verder. En deze vlecht zie je ook heel vaak bij Friezen voorkomen. Of echt bij de koudbloeden. Dat ze de hengstenvlecht echt op de manenkam vlechten. En je ziet het ook heel veel bij, zoals ik al zei, Friese hengsten. Tinkers zie je het ook heel vaak bij, haflingers ook. En het staat ook gewoon heel mooi en de hals wordt een stuk hoger. En dat zien natuurlijk heel veel mensen het liefst ook wel. Dat ze echt zo'n mooie boog op de manenkam krijgen. En dat creëer je natuurlijk wel met deze vlecht. Op het eind kan je hem gewoon netjes zo naar beneden vlechten. En dan pak je gewoon het laatste plukje haar erbij. En dan zie je, dan vlecht je hem gewoon zo netjes door naar onderen. Nou, dan doe je er een elastiekje in. En als je paard nou hele lange manen heeft, is het best wel mooi als die vlecht nog helemaal zo doorloopt naar onder. Maar je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om hem een soort weg te stoppen. Dan doe je het elastiekje een keertje zo dubbel. En dan vouw je het soort dubbel. Maak er een soort knotje van. En dan doe je er een elastiekje omheen. En dan valt dat laatste vlechtje niet op. En dan heb je zo'n mooie hengstenvlecht. En die plukjes die hier uitsteken, dat kan je nog met wat water een beetje mooi wegstoppen of met een beetje mousse.
laat ook eventjes weten in de reacties of het bij jouw paard of pony is gelukt. Ik ben wel heel erg benieuwd. En je kan me ook een fotootje sturen via Instagram MeganBakkerX. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te zien. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, het is gratis en zo blijf je op de hoogte van de video's. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je meer vlechtvideo's wilt zien. En dan zeg ik voor nu tot in de volgende video. Doeg!